Sint zat te denken wat hij nu weer met spinazie moest bedenken. Een chocoladeletter, dat is gek. Dat combineert toch niet? We moeten gaan voor een betere snack. Pepernoten, dat is sowieso lekker. Maar kan het niet nog een beetje gekker? Hey, daar komt Piet met zijn pluim. Wie zeg je dit? Hey, probeer het anders eens met schuim. Huh? Wat? Schuim? Yes, we hebben weer een nieuwe Village Spinach en ik ben niet alleen, want ik heb Piet. Maar Piet heet eigenlijk helemaal geen Piet. Hoe heet je eigenlijk? Elsbeth. En wat maakt jou zo belangrijk dat ik hier met jou in de keuken ga, in jouw keuken ga koken? Het is mijn keuken. Ja, en Elsbeth is heel bescheiden, maar zij heeft een super beroemd blog over relaxte moeders. En dat komt mij goed uit, want ik ben heel gestrest. Want we hebben hier twee recepten en ik heb nog nooit pepernoten gemaakt. Dit is even niet voor de camera, maar ik heb nog nooit pepernoten gemaakt. Ik heb wel een keer pepernoten gemaakt en die kwamen eruit als koekjes. Schuimpjes? Dat... Nooit gemaakt. Ik zie dit al helemaal niet zitten, dus we doen ik net lust alsof... ook eigenlijk geen schuimpjes. Jij? Nou, en wat gaan we doen? Een ei scheiden. Ik wil nog even iets vertellen. Ik weet wat Pieten doen als ze niet meer Sinterklaas is. Dan zijn ze gewone mensen. Niet. Mijn wereld stort in elkaar. Ik dacht dat het hele bijzondere mensen altijd bleven. Oké. Ja, jij mag kloppen, want dat kan jij heel goed, heb ik gehoord. Klopt. Het is nu belangrijk dat we hem kunnen omdraaien en dat hij dan niet valt. Spannend. Wat? Als ze nu niet gauw de oven ingaan, dan komt het nooit meer goed. Oké, go. Hop. En hoe lang moet het nou in de oven? 2 uur. Oké, dan is het nu tijd voor mijn specialiteit, namelijk de pepernoten. Pepernoten? Precies. En dan hebben we hier Kate. Zij is ongeveer de allerbeste skateboardster van heel Nederland. Ja, knal al die dingen in de kom en dan gewoon kneden. Waar zou het zout zijn? Hoeveel moet er? Oh ja, zoiets is wel goed. Gewoon zoiets, toch? Oh, stop! Stop, man. Je wilt toch geen zoute pepernoten? Nou, we gaan gewoon gehaktballen draaien van de pepernoten. Wauw! Het lijkt mij verstandig als we eerst even naar die schuimpjes kijken. Ja. Oh ja. Nou weet je, het gaat dus om het innerlijk, zoals we al zeiden. Die gaan we zo proeven. We gaan eerst de pepernoten in de oven doen. Oké, we moeten nu dus een kwartier wachten op de pepernoten. Dan kan ik mooi eventjes een beetje aandacht schenken aan de sponsor. Top. Yes, nou, we hebben alles uit de oven gehaald. We hebben hier nog een soort van coating, die hebben we gemaakt met onder andere spinazievocht. Yeah. En dan zijn we klaar. Ja! 3, 2, 1. Super lekker. Super lekker. Vond jij dit nou ook leuk en lekker? Laat even weten met een duimpje in de lucht. En abonneer op dit kanaal. En met wie moet ik nou volgende keer dingen gaan doen met spinazie? Laat het allemaal weten. Super bedankt. Jij bedankt. Ja, normaal stuur ik mensen weg, maar nu moet ik zelf aftaaien. Dus succes met opruimen. Dankjewel, hè. Doei. Doeg.